Ik heb een tijdje geleden aan jullie gevraagd of jullie een filmpje wilden insturen waarin jij de vraag beantwoordt: wat is jouw grootste irritatie? En jullie hebben dat gedaan. Super veel mensen hebben een filmpje ingestuurd. En super bedankt. En ik heb al die video's bij elkaar geplakt en er één groot community project van gemaakt. En dit is het geworden. Hi kijkers van MVP Movies. Hallo mensen van MVP Movies. Hey, leuk dat jullie kijken naar MVP Movies. Mijn naam is Tijd voor Johan, mijn YouTube kanaal. En leuk dat jullie kijken. Ik vind het leuk om in een community project te komen, dus... Ik ga mijn top 5 irritaties opnoemen, want dat stond in de beschrijving. Top irritaties. Oké, vandaag ga ik dus meedoen aan een community project. Hallo mensen van MVP Movies. Mijn grootste irritatie is dat als mijn iPad uitvalt omdat hij leeg is en het dan op een of andere manier een half uur duurt om hem net opgeladen genoeg te krijgen dat hij weer werkt. Onze allergrootste irritatie is als je een deadline moet halen. Dat is niet fijn. Nee, en als je dan ook nog te laat bent. Dus als jullie deze mensen herinneren je 3 keer aan. En dan haal je alsnog bijna de deadline niet waarin je je filmpje moet insturen. Ja, maar ik hoop toch dat Mica dit filmpje erin heeft gestopt. Hey. Juist, ja, doei. Hey, mijn naam is Joffrey van TubeTotaal en mijn grootste irritatie kennen jullie vast allemaal wel. Je ligt lekker te slapen in bed en dan hoor je ineens een geluid. Mijn irritaties zijn WhatsAppjes. We krijgen ze allemaal, zo'n paar 100 per dag. Vaak komen ze op de meest ongewenste momenten. Zoals als je lekker ligt te chillen bij de tv en je ligt een beetje lekker tv te kijken. Je scrolt door al die berichtjes en je bekijkt wat het is. Het is eigenlijk gewoon helemaal niks, maar je bent er wel een kwartier aan kwijt. Dat is even jammer van het kwartier. En dan kun je dus 2 dingen doen. Of je probeert het te negeren en je gaat gewoon weer lekker slapen. Maar ja, dan net als je dan weer bijna slaapt, hoor je weer dit geluid. Mijn allergrootste irritatie is als ik geen wifi heb. Inderdaad, je hoort het goed. Ik vind het gewoon super vervelend als ik geen wifi heb. En als ik geen wifi heb, dan is mijn reactie meestal dit. Nummer 5 heeft met meer editing software te maken. Dus After Effects en Premiere Pro en Photoshop. En Illustrator, die telt dus ook goed mee. Met After Effects begint het probleem al met opslaan. Met After Effects gaat het probleem met opslaan. Ik heb de autosave onder 2 minuten staan. Heel vaak als ik ga keyframen en ga green screen of blue screen op dit geval, dan sluit After Effects mij af zonder op. Mijn derde irritatie is warmte. Je tijd is gewoon kwijt. Dus je denkt even leuk het geluid op stil te zetten, zodat je niks meer hoort. En zodat je geen last meer hebt van overbodige appjes. Maar let op, want precies op het moment dat je dat doet, dan pas komen de belangrijke appjes. Dan mis je alles wat echt belangrijk is en dan ben je nergens meer van op de hoogte. Kijk maar mee. Dus mooi fucked. En de tweede optie is dat je uit bed gaat en probeert de mug te verdrijven. Irritatie 1 is dus irritatie van een gebroken arm. Jee, leuk. Dat is niet mijn allergrootste irritatie, maar het is een irritatie. Namelijk, dat is nog niet eens zozeer de pijn of zo, maar... De jeuk eronder. Of soms word ik gewoon heel erg boos en is mijn reactie dit. Waarom bestaan muggen? Wie heeft ze uitgevonden? Wie kunnen we aansprakelijk stellen voor de grootste irritatie van de hele wereld? Echt, Ik ben zo'n mens tegen zware kou, maar echt totaal niet tegen warmte. Tweede irritatie zijn muggen. Die vieze beesten, die bijten je gewoon in de nacht. En die maken van deze dingen, let maar op. Deze smerige dingen maken die. Bam. Die beesten wil echt gewoon kapot slaan. Gewoon echt. Het is dus gewoon super irritant als je geen wifi hebt. Nou, het eerste ding waar ik me aan irriteer zijn mensen die stiekem kijken mee. Wat? Oké, mijn Nederlandse zinnen zijn vandaag echt perfect. Irritaties nummer 2 is dat je een video wil opnemen en dan gaat je buurman drummen. Nou heb ik geen buurman die drumt. Maar ik had hem alleen geluk gemaakt, toen nog geen video's. Maar ik ben een keer bij iemand geweest, toen gingen we samen een video opnemen. Toen ging de buurman mij drummen of zo. En toen konden we dus de video verder niet afmaken. Oké, irritatie 3. Nou, maar ik irriteer me dus soms dood als ik op mijn telefoon zit en iemand zit naast mij en die gaat zo mee zitten kijken. Dan zou ik hem liefst met mijn hand zijn gezicht bereiken en hem een bloedvlekje geven op zijn neus. Irritatie 3 is een irritatie aan YouTube van, zeg maar, als je een video wil opnemen, maar het lukt steeds maar niet, want je hebt niet goed voorbereid of zo. En dan wil je het dus vertellen en dan komt het niet goed uit. Heel irritant, maar dat komt ook een beetje door zelf. Dus het is niet een irritatie van iets anders, maar het is een irritatie aan jezelf. En mijn ergste irritatie, je raadt hem al, dat is natuurlijk mijn wiskundeleraar. Dat mens is gewoon een aap. Oké, die zit erin. En irritatie 4 is dat Nederland niet meedoet aan het EK. Dat vind ik pittig vervelend. En voor de rest ga ik er geen woorden aan vuil maken. Want we er allemaal niet zo blij van. Irritatie 5 is de kamer opruimen. Maar dat heeft wel met iedereen. Yo, Luc Moeks hier. En wat mijn grootste irritatie is... Ja, de oortjes in de knoop. Als je uit je tas haalt of uit je broekzak en zit daar met de knoop. In het vliegtuig 2 zijkwijven achter je hebben. Heb ik toevallig dit weekend gehad. Daarom staat hij ook in het lijstje. Dit weekend ging ik naar Lissabon. Daar komt een hele leuke vlog over. En we gingen op de heenreis gingen we naar Lissabon toe. En toen zaten er 2 zijkwijven achter ons. Niet wisten ophouden met praten. Rustig. Waar ik me ook aan irriteer is school. Maar daar irriteert iedereen zich aan. Vooral het huiswerk. Dan denk je klaar te zijn met school. En dan krijg je nog een bak schoolwerk mee naar huis. Dit is dus een irritatie die gelukkig niet vaak voorkomt. En wat ik dus een keertje heb gehad. Ja, ik vind hem echt heel irritant. Ik was mijn vlog 2 aan het editen. En ik was er bijna klaar. Ik startte Skype op. Ik ging terug naar mijn editprogramma. En alles was weg. Ik kon het helemaal opnieuw gaan editen. Was 2,5 uur bezig. En ik had hem bijna klaar. En toen was alles opeens weg. Ik kon dus helemaal opnieuw beginnen. Like als je dit ook een keer hebt gehad. Dat is echt heel vervelend. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei! En ik ken MVP Movies ook niet echt persoonlijk, maar ik ken hem via YouTube. Dus leuk dat jullie hebben gekeken en ik check jullie later. Doei! Ik wil Mica bedanken dat ik mee mocht doen aan dit community project. Ja, dankjewel! Doei! Dat soort dingen. Ja, ik hoop dat jij deze video leuk vond. Mica, shout-out naar jou. MVP Movies. Linkje staat in de beschrijving. Abonneer daar zeker op voor allemaal awesome video's. Hij heeft 1 serie en die vind ik echt... heel erg vet. Er zijn nu 3 andere afleveringen. The Heart heet hij. Maar ga het zelf maar uitchecken op zijn kanaal. Ik zie jullie later bij een nieuwe video. Abonneer en like. Nou, dit was een video waarin ik niet zo hard kon praten. Ja. Toen was ik niet echt... ja. Nee, ik... doei. De enige echte MVP. 1000 abonnees. Oh!